planten? Ik vind het wel heel gaaf dat we een boom mogen planten. De kinderen van basisschool De Dromedaris zijn er maar druk mee. De gemeente Beuningen viert de Nationale Boomfeestdag met het planten van 60 bomen. Bomen zijn goed voor de natuur. Het is goed voor de zuurstof, CO2 en natuurlijke reductie. Daarnaast vangen ze ook fijnstof af. En wij vinden het dan ook belangrijk in de gemeente Beuningen dat wij, omdat wij ook bekend zijn als een groen-blauwe gemeente, dat het groen ook gewoon niet alleen voor het wijn, maar ook terugkomt. Ik vind het wel heel gaaf dat we een boom mogen planten. Ja, ik vind het heel leuk. Gewoon omdat we dan... Omdat ik het leuker vind dan in de klas zitten. Het is juist voor kinderen ook goed, zeg maar, in het kader van het leren, hè, zoals we dat dan zeggen. Dat ze ook weten en ervaren wat het is, zeg maar, om een nieuwe jonge struik of boom te planten. Maar ook dat ze zich beseffen dat als ze over 20 of 25 jaar hier rondlopen, dat ze dan kunnen kijken naar datgene wat ze hier vandaag in de grond hebben gestopt. De kinderburgemeester is er ook bij om de eerste boom te planten. Ik vind het een goede actie, omdat ja, ik vind het klimaat wel heel belangrijk en hierdoor wordt de lucht ook goed gezuiverd. Ja, ik vind het echt superleuk om een boom te planten en dan kan je ook gewoon lekker buiten zijn en zo. Naast het planten van bomen wordt er ook een tijdcapsule in de grond gestopt. Kinderen hebben allemaal een brief geschreven aan hun zichzelf voor over 10 jaar. Niet zo'n lange tijdspanne van wat er dan hetzelfde gebleven is, wat er veranderd is en wat ze denken dat ze doen en hoe de wereld eruit ziet. En met wethouder Pieter Klein en de kinderen wordt de capsule hier begraven. En dan misschien, of misschien, eigenlijk moeten we dat zeker afspreken, over 10 jaar opgegraven en kijken wat er is uitgekomen van alle verwachtingen, hoop en wensen. Ik vind het ook heel erg leuk om over 10 of 20 jaar terug te kijken. Ja, hetzelfde, dat wel leuk is als je later dan ziet wat je vroeger hebt gedaan of wat je hobby's zijn en zo.